Als alles mee zit, kan men in de toekomst met de zeilboot vanuit het centrum van Holwert naar het Ameland varen. Een dik doorbraak en een open vaarverbinding van het dorp met de zee is mogelijk neffens een helderheidsonderzoek. Een zeil voor mensen uit het dorp is enthousiast over het baanbrekende plan. Is het reëel? Ja, vind ik wel. Als het in Duitsland is, juist. Ik denk dat het een heel reëel plan is. Al het water komt mooi bij mij voor de ruiten, dus het is prachtig mooi. Met halve ton zee, maar het dorp en de regio, die het nou leger in, onttrekkelijker maken worden voor toeristen. Bovendien wordt de wetterhuishouding verbeteren. Het kost het Lykwols 180 miljoen euro. Kijk, het is niet weinig en ik heb het ook niet liggen. Maar als je het hebt over een gebied ontwikkelen en als je gaat uitrekenen wat het je inderdaad gaat kosten als je hier niks doet. Ik denk dat dit soort plannen altijd wat langer duurt dan dat je in eerste instantie verwacht. Dus binnen 7 jaar het gat uitvaren? Dat gaat hem niet worden. Nee, dat denk ik niet. Maar ik hoop binnen 10 jaar en ik verwacht dat het doorgaat. Een strand, een mar, bregen en hotels moeten geld in het laadje brengen. Er is een besparing op de baggerkosten van de Vargeul naar het Ameland mij rekenen. De initiatiefnemers joggen kozen genoeg. Maar nu moet er geld komen om alles nog goed trot te rekenen. Ik vind het al heel leuk. Het komt er nou wel op aan van of we die leuke worden. De leuke worden die we vanmiddag hebben van bestuurders, neem maar op. Dat die nou omzetten worden in daden. En dat daden houdt in dat er een budget komt om die vervolgonderzoeken. We hebben nu onderzoeken dingen naar de grafverslag. Het werd nog wel tijd, want uit die grafverslag komen praten vragen. Dat we een fijne slag maken en dat we verdiepen de onderzoeken op die vraagstukken maken. En die onderzoeken maar dus betellen worden terug die stakeholders. En dan weet je heel snel als het hoe leuk dat ze het vinden.